Daarmee kom ik tot het derde luikje. Dan gaan we even kijken naar typische toepassingen van die helofiete filters en ook naar typische configuraties van deze systemen. Qua toepassingen wil ik eerst even inzoomen op de schaalgrootte waarop we dat kunnen toepassen. Dus heel vaak worden die helofiete filters gebruikt op IBA-schaal, dus de individuele behandeling van afvalwater, dus voor huizen, boerderijen, die eigenlijk in een landelijk gebied liggen en te ver afgelegen zijn om aan te sluiten aan het rioleringsstelsel. Zowel in Nederland als in Vlaanderen zijn die helofiete filters daar een heel populaire toepassing voor. En je kan hier ook op dit plaatje zien, je kan dat eigenlijk perfect in de tuin bijvoorbeeld gaan inpassen. Dit is bijvoorbeeld een systeem, dat is 12 vierkante meter en dat is voldoende om het afvalwater van een 5 personen eigenlijk te gaan zuiveren. We hebben zelfs mobiele helofiete filters gebouwd. Dat was een Interreg Vlaanderen-Nederland project dat een aantal jaar geleden afgelopen is. We hebben een mobiele helofiete filter gebouwd waarmee we het afvalwater van muziekfestivals zijn gaan zuiveren. Want die vinden ook vaak plaats in landelijke gebieden. Daar komt 50.000 mensen op een weekend tijd. En dus daar hebben we dus ook als demonstratie eigenlijk getoond dat het mogelijk is om mobiele rietvelden te bouwen. En kijken we dan even naar totaal de andere kant van de schaal. Dat is voor zover mij bekend het grootste helofiete filter in Europa. Dus die vinden we terug in Moldavië. En dit is een systeem van 35.000 vierkante meter, waarmee het afvalwater van een kleine 22.000 personen eigenlijk gezuiverd wordt. Dus we kunnen van heel klein tot eigenlijk heel groot werken. Wat ook heel belangrijk is, dat is dat we die helofiete filters voor heel veel verschillende toepassingen kunnen gebruiken. De tijd ontbreekt deze namiddag om voor elk een voorbeeld te tonen. Dus ik ga mij voornamelijk beperken tot de zuivering van huishoudelijk afvalwater of stedelijk afvalwater. Maar realiseer u dat er heel veel helofiete filters gebruikt worden in de agrarische sector, tot zelfs mestverwerking. Heel veel rietvelden worden ook gebruikt voor industrieel afvalwater, ook sterk geconcentreerd en bijna toxisch afvalwater van chemische industrieën van de mijnbouw. En als laatste zijn die helofiete filters ook meer en meer populair voor het zuiveren van afstromend hemelwater. Nu een paar typische configuraties. Ik heb dit plaatje even geleend van Ecofiet, een van de bedrijven die hier actief is op de Nederlandse markt. Heel belangrijk is al, dus als we dit gaan gebruiken als IBA-systeem, dan is het sowieso aan te raden, ik dacht ook dat het verplicht was hier in Nederland, maar het hemelwater moet afgekoppeld worden. Dat moet niet mee in dat helofiete filter. En dan heb je een beetje de keuze zoals het hier getekend is. Hebben we het grijze water van de keuken en van de badkamer? Dit gaat eerst naar een vetvang. Niet onbelangrijk, want als die vetten in de helofiete filter zelf terechtkomen, dan kunnen die daar stollen, kunnen ze de poriën eigenlijk gaan verstoppen en kan dat uw waterstroom gaan verstoren. En dan ziet u ook dat het zwart water gaat typisch naar een septic tank. En dan gaan we vandaar naar de pompput. Vandaar wordt het batchgewijs dus over dat infiltratieveld gestuurd. En dan hebben we een controleput en dan kan het ofwel geloosd worden, ofwel is er uiteraard ook wel een mogelijkheid voor hergebruik. In Vlaanderen gaan we het meestal niet op deze manier doen, maar gaan we eigenlijk zowel het grijs als het zwart afvalwater samen naar een septic tank gaan sturen. Maar dat maakt eigenlijk verder niet zo heel veel uit. Wat we ook meer en meer zien, dat is dat die helofiete filters enkel gebruikt worden voor grijswaterzuivering. Maar het basisprincipe daar is eigenlijk zeer gelijkaardig. Als we dat wat opschalen richting communale toepassingen, dus voor een aantal huizen of voor een volledige dorpskern, dan blijft die eis eigenlijk wel staan van liefst dat hemelwater gaan afkoppelen. En dan hebben we dus die bezinkingstap die essentieel is. Dat kan een Imhoftank zijn, een bezinktank. Eventueel dan een pompput. Dat hangt af van het systeem en ook een beetje van de topografie. En dan kan het uiteindelijk opnieuw geloosd worden of kunnen we richting hergebruik. Kunnen we dat afvalwater niet gaan scheiden van het hemelwater, wat toch vaak nog wel het geval is in wat oudere dorpskernen bijvoorbeeld. Dan hebben we natuurlijk wel het risico dat er met dat afspoelend hemelwater ook wel wat grotere zaken meespoelen, zoals blikjes of takken van bomen en noem maar op. Nou, die moeten we wel even eruit filteren. Daarvoor gaan we typisch zo'n rooster gaan gebruiken.
Meestal, in die landelijke gebieden heb je ook wel een risico op erosie. Moeten we ook het zand en zo eruit halen, dus gebruiken we een kleine zandvang. En daarna volgen we weer dezelfde routes van een voorbezinking en dan het rietveld en zo verder. Ook niet onbelangrijk, voor zo'n IBA is dat eigenlijk minder essentieel, maar als we richting grotere helofytenfilters gaan, dan kan het best wel belangrijk zijn om even een debietmeting te voorzien, zowel voor het helofytenfilter als na het helofytenfilter. In eerste instantie om zeker te zijn dat er geen lekverliezen zijn. Want we werken met die plasticfolie. In de loop van de tijd kan daar mogelijk iets mee fout gaan. Dat gebeurt heel zelden, maar als je een debietmeting hebt voor en na, dan heb je ook wel zekerheid dat je systeem eigenlijk perfect functioneert op die manier. Het tweede punt dat we met die meetgoed kunnen doen, is het effect van neerslag en evapotranspiratie bekijken. Want dat is voor mensen die eerder in de klassieke waterzuivering zitten, dat is iets wat daar weinig tot geen rol speelt. Maar zo'n helofytenfilter, die toch best een grote oppervlakte heeft, bij een grote regenbui gaat dat ook best wel wat extra regenwater gaan invangen. En omgekeerd, op een zeer warme zomerdag, kan er eigenlijk best wel een heel groot stuk van uw afvalwater letterlijk verdampen en de lucht ingaan. Wat dan natuurlijk een zeer groot effect heeft op het debiet en op de verblijftijd van uw systeem. Dus samengevat, we hebben sowieso die voorzuivering nodig. Dat kan een septic tank zijn, een zandvang, een rooster, een bezinkput, noem maar op. Niets sluit natuurlijk ook uit dat we daar eerst ook een andere techniek gaan gebruiken. Dat kan een biorotor zijn, een biofilter. Die zijn allemaal heel populair, anaerobe zuivering. Dus dat is perfect mogelijk, zodanig dat we dan die helofytenfilter eerder als een tertiaire zuiveringsstap gaan gebruiken. We kunnen één helofytenfilter gebruiken, we kunnen er ook meerdere gaan koppelen of verschillende types om die stikstofverwijdering te optimaliseren. En dan kunnen we natuurlijk ook nog een nazuivering voorzien, zeker als we richting hergebruik bijvoorbeeld zouden willen. Het meest populaire op dit moment, dat is eigenlijk een adsorptiestap om fosfaat te gaan verwijderen of een UV-desinfectie om eigenlijk nog verdergaand pathogenen te gaan verwijderen. Maar er zijn ook cases bekend waar men actief kool gebruikt om micropolluenten te verwijderen, ozonisatie, elektrochemische desinfectie, zelfs membraanfiltratie. Dus ja, dat is echt case afhankelijk.